Baat het niet, dan schaadt het niet. Je redt het niet alleen. Gebroken been of pijn in je bek. Dat laat je fixen, je bent toch niet gek. Soms lijkt het spel verloren, maar je mist die ene zet. Dus uit je bed, retteketet, naar de GGZ. Ga eerst langs bij je huisarts, zo'n verwijsbrief kost geen cent. En gaat hij moeilijk doen, nou de tyfus met die vent. Als jij ongelukkig bent, is dat een probleem dat moet worden erkend. Ik zal maar eerlijk zijn, er wordt niets gegarandeerd. Maar het kan onmogelijk erger zijn dan wat je nu ontbeert. Alle eikels geef ik toe, zie het nog steeds als taboe. Maar dat wat je voelt, dat is echt je schreeuw om wel compleet terecht. Dus baat het niet, dan schaadt het niet, je redt het niet alleen. Je fixen, je bent toch niet gek. Soms lijkt het spel verloren, maar je mist die ene zet. Dus uit je bed, red ik het naar de GGZ. Hoofdbrein is niet gemaakt om de werkelijkheid te zien. Het wil in te slapen, veiligheid, maar snu-snu bovendien. Het vindt zichzelf een hele bons, maar het is en blijft gewoon een natte spons. Je bent toch niet gek? Soms lijkt het spel verloren, maar je mist die ene zet. Dus uit je bed, retteketet, naar de GGZ. Je bent toch niet gek? Soms lijkt het spel verloren, maar je mist die ene zet. Dus uit je bed, red ik het net, naar de GGZ. Wat? Naar de GGZ.